hij doet het. Hallo, welkom, hallo. Welkom. We zijn er weer. We zijn, wat zijn wij? Hoeveel februari? 17? Mooi, kut. Take 2. Take 2. Goedemiddag. Hallo, daar zijn we weer. Even zien. We zijn 17 februari 2017. Nou ja, dit wordt de eerste keer weer van dit jaar te gaan lopen. We gaan naar Zeewolde. En naar Campanula. Daar zijn we vorig jaar ook een keer geweest. We hadden eigenlijk gehoopt dat het nu ook een beetje sneeuw zou zijn. Vorig weekend lag er nog sneeuw. Maar nou ja, de temperatuur is iets wat hoger geworden inmiddels. Maar we gaan wel een heel leuk route lopen. En spullen even testen in wat kouder weer, zeg maar. De nacht die zal om en bij het vriespunt liggen, denk ik. Ja. Dus, het is heel erg koud, maar dan kruip ik lekker bij Erik in de slaapzak. Dus dan kunnen we de spullen even een beetje doortesten en nou, we zullen er kijken. Je ziet er fris uit. Nou, het is fantastisch. Zo, kan ik ook horen wat ik zeg? Ja. We hebben een lekker nachtje gehad. Slaapzakken hebben het keurig gedaan. Koud was het op zich niet in de slaapzak, maar buiten wel. Dat is wel heel koud. Nee, we hebben lekker geslapen. Op zich hebben we lekker geslapen, alleen... Beetje wakker. Een beetje vaak wakker. Ja. Dus dat was een beetje jammer. Maar we hebben gisteravond nog even lekker bij het vuur gestaan. Dat was heerlijk. En nou ja, de tent is al opgeruimd. We gaan nu lekker aan een warm ontbijtje beginnen. Hè? Een warm ontbijtje. Wat heb jij ook weer van ontbijt? Hé, knuspermoesli. Dat is toch koud? Ja, nee, maar ik heb er toch warm water in gedaan. Want ik koud water? Oh, ja, maar ik heb warm water in gedaan, want het was mij te koud. Kopje thee erbij. Kopje thee. En vanille oh. En wat heb jij? Jij hebt. Laat even zien. Erik heeft. Oh, laat ik hem nog vallen. Ook nog. Expeditie breakfast. Nou, dat is wel lekker warm. We gaan even ons bijtje nuttigen en dan gaan we lekker aan de wandel. Nou, we gaan los. Ja. Even zien. Het is grijs, grauw, koud. En nou ja. We hebben alles netjes achtergelaten weer. We hebben vanmorgen de boswachter nog even gesproken, lagen we nog in bed. Toen kwam de boswachter aanrijden. En hij had geen broodjes mee. Dus het was niet de broodjesservice. Nee. Heb je nu wel door dat jij nu al het gesprek hebt over neemt? Ja, ik neem het even over, want jij bent zo druk met eigenlijk niks. Dus, niks? Ja, jij bent elke keer met jezelf bezig. Weet het niet. Laten we het even anders doen. Even poepen. Nou, we gaan even kijken of we nu... vorige keer hebben we dezelfde route gelopen. Alleen toen was het hele stuk was onbegaanbaar begroeid. Nou ja, nu is het... Gaan we even kijken of het nu beter gaat. Is het niet zo begroeid, want alles is nog in de winterstand. Dus we kunnen er waarschijnlijk nu wel langs. Dus we gaan het bekijken. Alle beesten hier. Ganzen. Nu is Holgersson. Kijk, zo ziet het pad eruit. Hier links, hè? Dit gaat lekker. Ja, naar rechts. Thank you.
in de nature bezig bent en dat je echt zo'n... Ja, maar ja, misschien ligt het wel aan de kleding. Wij zijn inmiddels op 5,5 kilometer aangekomen. We gaan hier even een kopje koffie doen. Het is hier stil. En eigenlijk merken we allebei dat wij wennen aan onze rugzak en eigenlijk dat helemaal niet meer voelen. Dus eigenlijk mogen we niet klagen. Doe dat dan ook niet. We hebben heel veel ganzen. Awesome. Dat hoor je de hele tijd. En het is een mooi natuurgebied. Zoals je kan zien. Stijg op. En ik hoor dat de koffie bijna klaar is. Spring er bovenop, Freek. Nee, oren gaan naar achteren. We staan hier gewoon naast een paard en in de verte staan reeën. Die hebben ons al gezien. Ze hebben ons gespot, Freek. Nou, we lopen hier tussen de paarden in op het moment. Ja. Hier staat en daar staan er daar achterin. Daar staan reeën. Ik weet niet of je ze zo kunt zien. En het zonnetje schijnt inmiddels. Oh, er gaat er heen. Het is prachtig hier. Kijk of we de reeën van dichterbij kunnen bekijken. Paarden zijn niet. Kijk hoe scherp ze zijn. Ik zal even kijken of ik weer die kant op kan. Mooi in het zonnetje. Het is inmiddels 1:30. Ja. Keurig. En we hebben bedacht dat we wat gaan eten. En we hadden dit keer in gedachten om de vanille dessert te gaan eten. Met wat bananen. Oh ja, we gaan nog gedroogde bananen erbij voegen. Dus. Nou, het is eigenlijk hartstikke lekker. Het is warm, zonnetje, heerlijk. Dus, nou, we zullen eventjes genieten van een vanille toetje. Heb je hem al open? Ik heb hem bezig. En alles op de grond. Nou, we zullen hem even klaarmaken. Nou, in ik denk dat we op 8 minuten verder zijn voor het dessert. Ja. Dit is, even kijken, hoe werkt dit? Waar zit de camera? Daar.
dit is wat het geworden is. Lekker. Michel die is al aan het happen. Ik heb er wel poeder in aan het doen. Heb je niet goed geroerd? Jawel, maar. Nou. Het is wel lekker. Maar het is wel een klooi om het door elkaar te roeren. Dus uiteindelijk of dit meegaat, en dat weet ik niet. Nou. Maar als het er is, dan neem het mee. Want gratis is gratis. Dat is wel Hollander. De tas gaat vol. Wat hebben jullie allemaal bij? Eten. Nee, we hebben zo geen pak onder in de tas. Lekker de banaantjes, die zijn wel lekker. Ja. Mm-hmm. Nou, die is ook wel lekker hoor. Dan zeg ik, eet smakelijk. Zo. De zer is weer binnen. Was erg smaakvol. Ja. Plakte wel heel erg. Ja, mooi ook wel. En goh, hier hebben ze ook alles weggekapt, jong. Zo. Alles weggehaald. Weer nieuw aangeplant, keurig in rijtjes. Prachtig bos. Ja. Maar de zee was lekker. Ja. We gaan de laatste 10 kilometer doen. Je hoort het, we gaan de laatste 10 kilometer doen. Hij start alweer. Zo, even kijken. Het betrekt ietsjes, de zon is niet meer zo fel als net. Maar we treffen het wel weer. Ja. De wind is wel koud. Maar. Ja, dat is een keer wel. Wat wil je in februari? 17 februari, 18. Welke zijn we nu? We zijn nu 18. Okay. Dus we wandelen nog even een stukje door. Medewandelaars, kijk volgende keer weer. Ik hoor dat ik alles verkeerd zeg, dat vind ik een beetje jammer, want ik doe ook mijn best, net als Erik. En dan weet ik wel dat Erik op het opperhoofd het allemaal precies weet. Opperswamp. En, en kut, volgende. Dus ja, dat vind ik wel, dat doet mij wel een beetje pijn. Dus ik doe meteen even een oproepje voor iemand die de Fjällräven Classic wil lopen met mij. Niet met Erik, maar met mij. Die moet zich even abonneren en dan gaan wij loten. We hebben wat abonnees. Dus, dat was het. We hebben twee abonnees. Je vader en je moeder. Ja. Nou, succes met lopen. Ja. We lopen ook niks samen, dus. Ik wil ook wel zijn. Ik doe hem voortaan zo. Dan ik ook nog zit mee? Michel er niet meer op. Wil je even weggaan met je hand? Zo.